via radio1.be. Touché, live vanaf Boeksprekers in Kluisbergen. Samen met de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen en Radio 1.
Boy George, George bade in the Mark Ronson, somebody to love me. Radio 1. Vanavond is er een speciale uitzending van Rijers Laat op Canvas over het WK wielrennen van volgende week zondag op 29 september vindt dat plaats in Firenze. En ik vermoed dat het over de koers in het algemeen zal gaan. Rond de tafel van Lieven twee wereldkampioenen, Eddy Merckx en Johan Museeuw. En verder ook Michel Wuits en Mart Smeets. En die laatste twee hoor je ook in Vandaag bij Bart Scholz na 4 uur. Een voorbeschouwing. Rijers Laat is er vanavond om 22:30 op Canvas. Dit is de nieuwe van Arcade Fire, Reflector. Thank you.
Reflector, de nieuwe single van Arcade Fire, met ook de stem van David Bowie op het eind van het nummer. Hij kwam langs in de studio tijdens de opnames in New York, hoorde de song en zei, als jullie hem niet zelf afmixen, ga ik hem uitbrengen. Zo goed vind ik hem. Het album Reflector verschijnt op 29 oktober, Arcade Fire. Ik ben Thomas van der Veeken en morgen heb ik weer één gast. Hij kiest voor humor. Will you perhaps keep quiet, Borov? Toen ik het mes in zijn huid zette, siste en bolde er allemaal gras uit. En literaire hoogstandjes. Probeer het nooit een fout te maken. Dat mag niet van mij. De keuze van bestsellerauteur Stefan Brijs. Morgen in Alleen Elvis Blijft Bestaan. Na de newsroom live op Canvas. De lekkere beemster is de zorg van mama voor de vaders en moeders van morgen. Lekker, echt lekker. Deze week in Knak. Wallonië gaat uit de kleren voor een complete check-up. Wat zijn de kwalen van de Walen qua economie, werkloosheid, onderwijs, sport, armoede, leefmilieu en politiek? Straks meer over de 10e Knak Weekend Fashion Award. 9 op 10 cliënten raden Bank van Breda aan voor vermogensbegeleiding. Waarvoor nog meer? Tja, dat is een vraag voor Bank van Breda. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen. Spijt me, Paul, maar die loonsverhoging, dat gaat nu echt niet lukken. Ik kan u wel 1 symbolische euro geven. 1 euro? Ja. Amai, zeg, dankjewel, merci. 1 euro is weinig, maar soms is het meer dan je denkt. Met de super uitgeruste pak van Skoda aan 1 euro was comfort nog nooit zo bereikbaar. Vol comfortcondities tot en met eind september bij Skoda. Deze week presenteert Knak Weekend de 10e Weekend Fashion Award. 8 jonge ontwerpers van de beste modescholen dagen elkaar uit in een uniek défilé op 14 oktober. Bestel nu uw tickets op knakweekend.be. Straks meer over Knak Focus met Grand Theft Auto 5. Ja, en ik had ook een droom. Mijn eigen bedrijf. En die droom werd werkelijkheid. En nu heb ik zelfs al een eerste medewerker en een tweede en een derde en een vierde. En leid ik mijn bedrijf met succes. Samen met Groep S. Groep S, het sociaal secretariaat waarop u kunt rekenen. We staan hier in de haven van Antwerpen. De Red Star Line boot vaart net weg van de kade. En keert de boeg richting zee. Uitgewerkt door familie en geliefden. Ja, emotionele taferelen. Mis de boot niet, want op zaterdag 21 september zit er een bon voor een gratis inkomticket voor het nieuwe Red Star Line Museum bij Gazet van Antwerpen. Dit inkomticket is 8 euro waard. Ga dus zeker om uw krant. Gazet van Antwerpen, er is zoveel dat ons verbindt. Deze week in Knak Focus. Alles over Grand Theft Auto 5. Wat maakt deze recordbrekende kassakoning uit de entertainmentwereld zo razend populair? En welk avontuur staat ons deze keer te wachten? Knak, Knak Weekend met de Weekend Fashion Award en Knak Focus. Helemaal knak. Radio 1, meteen mee. Uur en goedemiddag, het nieuws. De socialistische bediendenvakbond begrijpt niet waarom de christelijke bond actie gaat voeren tegen het compromis over het gelijk statuut arbeidersbedienden. De christelijke bond zegt dat er niet meer zal kunnen worden onderhandeld over langere opzichttermijnen. En daarom wil de bond dus actie voeren. Maar volgens Erwin de Tijn van de socialistische bond blijft die mogelijkheid wel degelijk bestaan. In de compromistekst van 5 juli was dat inderdaad niet zo duidelijk. Daarom ook dat we toen al gesteld hadden dat dat moest uitgeklaard worden. Nu in de ontwerpwetteksten die ondertussen tot stand zijn gekomen, staat wel degelijk ingeschreven dat over opzichttermijnen, ook over hogere opzichttermijnen, kan onderhandeld worden in de bedrijven. Maar we blijven natuurlijk waakzaam bij de verdere afhandeling van die ontwerpwetteksten in het parlement. Ook de werkgeversorganisaties vinden de acties van de Christelijke Bond onaanvaardbaar. Want de nieuwe opzegregeling zal de bedrijven al veel meer kosten dan nu het geval is. De spoorvakbonden hebben hun actie in Charleroi stopgezet. Door de actie zijn er op de lijnen Charleroi-Antwerpen en Bergen-Charleroi nog wel vertragingen. De vakbonden hadden een aantal sporen geblokkeerd omdat ze vreesden voor de sluiting van een rangeerstation in de buurt van Charleroi. Turkije heeft zijn grens met Syrië gesloten omdat rebellengroepen er onderling slaag zijn geraakt. Op dit ogenblik vechten seculiere rebellen van het Vrije Syrische leger tegen extremistische rebellen. Inzet van de strijd is de controle van het Syrische grensstadje Azaz.
Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens de seculiere rebellen willen extremisten van Syrië een strenge moslimstaat maken. In Mali, in Afrika, vieren verschillende Afrikaanse staatshoofden en de Franse president Hollande de aanstelling van de nieuwe president Boubacar Keïta. Mali raakte anderhalf jaar geleden in de greep van geweld. Het Franse leger kwam tussen beiden om de rebellie van Touaregs en islamistische groepen te helpen bestrijden. Ook ons land ondersteunde de operatie met luchttransporten en medische evacuaties. Het weer, vanmiddag veel wolken en hier en daar al wat regen, maximaal van 12 tot 17 graden. Vanavond en vannacht overal lichte tot soms matige regen. Morgen geleidelijk droger, met vanaf het westen ook wat zon. Dat was het nieuws.